wij kijken bij de documentencontrole of de deelnemers licenties hebben. Zowel de navigator als de bestuurder. Of ze een rijbewijs hebben. Of de rallyauto verzekerd is. Of die een goed kenteken heeft. En verder kijken we naar de verkenauto, zodat we weten welke verkenauto's op de route zitten. En dan als laatste doen we de verklaring van dat ze afstand nemen van alle rechten enzovoort, nemen wij in getekende wel.